Jan de Hoop krijgt eerste exemplaar Niemands Hond. Eenmalige foto-expositie door 8 afgestudeerde fotografen. Feestelijke opening van het Zwitserterrein. En grote brandweershow op open dag in Uggelen. Dit is het RTV Apeldoorn nieuws. Op het Leeste in Uggelen werd zaterdag voor de 10e keer Dierenhulp zonder Grenzen dag gehouden. Ruim 10 jaar bekommert de stichting Dierenhulp zonder Grenzen om de zwerfhonden in tal van Europese landen, zoals Spanje, Griekenland, Polen en Roemenië. Wat is nou het doel van deze dag? Deze dag is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, dat mensen elkaars honden kunnen zien. Er zijn ook een hoop mensen uit het buitenland, van de buitenlandse projecten. Heel erg leuk voor die mensen om te zien hoe het nu met hun honden gaat, hoe goed het met ze gaat. Eigenlijk is het een grote ontmoetingsdag, dat is de bedoeling. En mensen kunnen ook, als ze het willen, een hond adopteren? Er komt straks een presentatie van alle opvanghonden die hier in Nederland in opvang zijn. Die worden gepresenteerd, er wordt een verhaaltje bij verteld. Daar kunnen ze vragen om die hond te adopteren, maar ze kunnen hem niet zomaar meteen meenemen. Dat niet. Daar geldt natuurlijk een bepaalde voorbereidingstijd voor. Er is een voorbereidingstijd, er komt een voorcontrole, dus er wordt een huisbezoek gedaan, wordt gekeken hoe het met de mensen, of de mensen geschikt zijn voor die hond. Er wordt een heleboel voorlichting gegeven over de hond. Dan wordt die voorcontrole, die wordt gecontroleerd door het bestuur en dan wordt er gezegd ja of nee. Tijdens de Dierenhulp zonder Grenzen dag werd het boek Niemands Hond aan het publiek gepresenteerd. Dit boek beschrijft de problemen die de zwerfstraathonden ondervinden in de Europese Unie, dat ze opgejaagd worden, mishandeld. Maar het beschrijft ook de oplossingen en het goede werk wat dierenhulporganisaties doen. En bovendien hebben we ook uitgezocht hoe Nederland zwerfhondenvrij is geworden. Ja, mijn vraag is, hebben we nog in Nederland zwerfhonden? Nee, zodra er eigenlijk een zwerfhond is in Nederland, wordt die gelijk opgemerkt en gevangen en veiliggesteld in dierenasiel. En daar krijgt hij de goede verzorging. Het eerste exemplaar van het boek Niemands Hond werd overhandigd aan RTL nieuwslezer Jan de Hoop. Jan de Hoop, het eerste exemplaar van dit boek is aan u overhandigd. Wat vindt u ervan? Ik heb het nog niet zo heel goed kunnen bekijken, maar ik vind het initiatief in ieder geval heel mooi. In Nederland, onze hond is pas geopereerd. Aan haar rug heeft een MRI-scan gehad. Ziekenhuizen zijn hier speciaal voor honden ingericht en voor andere dieren. En er zijn landen waar kennelijk honden achter auto's gesleept worden, waar ze mishandeld worden, geschopt, geslagen, in de steek gelaten. Dus heel goed dat er wat aan gebeurt. Dus kortom, de doelen van de stichting, daar staat u volledig achter? Daar sta ik volledig achter. Daarom zijn we ook hier vanochtend om het boekje in ontvangst te nemen. Zeer nuttig doel. Op de Dierenhulp zonder Grenzen dag waren er diverse workshops, standjes en presentaties voor de hondenliefhebbers. In hal 43 van het Zwitserterrein werd een eenmalige foto-expositie neergezet. Dat gebeurde zaterdag tijdens de opening van het Zwitserterrein. De foto-expositie droeg de naam Frame, waar werken van 8 afgestudeerde fotografen van de fotovakschool in Apeldoorn te zien waren. Is dat een verplichting of kwam dit toevallig zo uit? Nee, het hoort bij de opleiding dat je afstudeert met een expositie, die je ook helemaal zelf moet organiseren. Waar iedereen dan een heel eigen project voor moet gaan maken. En je studeert af met een portfolio, dus je ziet ook dat bij al die foto's die aan de wand hangen, ligt meestal ook gewoon een boek met verdere foto's van de fotograaf. Nou maak je vandaag min of meer per ongeluk uit van Zwitserland open, deel uit. Blijft deze expositieruimte? Nee, dit is echt een eenmalige actie. We hebben deze ruimte, die heeft de gemeente beschikbaar gesteld voor ons. We hebben zelf gevraagd of dat mocht. Omdat er verder geen bestemming voor was, mochten we hem gebruiken. En heel toevallig kwam het zo uit dat de gemeente nou een open dag heeft hier. En dat het voor ons gewoon hartstikke leuk is dat mensen allemaal hier binnen kunnen lopen. Die ook gewoon op het terrein nu aanwezig zijn. Maar het is echt eenmalig, ja, helaas. De fototentoonstelling was een project in verschillende disciplines, zoals reportage, fashion en portret. De fotografen vinden het jammer dat de expositie maar 1 dag mocht worden getoond aan het publiek. Nou, ik wou net zeggen, wat vinden jullie ervan? Ja, op zich jammer, want het is natuurlijk gewoon een superruimte. En wij vinden zelf dat die op deze manier gewoon hartstikke leuk is ingericht. En als die vaker zo open zou kunnen zijn, zou dat natuurlijk gewoon mooi zijn. Heeft het vandaag al opdrachten opgeleverd voor een van jullie? Weet ik eigenlijk niet. Zo even een rondje doen. Er zijn in ieder geval heel veel visitekaartjes meegenomen. Dus dat is volgens mij een heel goed teken.
Zaterdag werd het bedrijventerrein Zwitser officieel geopend. Wethouder Detlef Siso en gedeputeerde van de provincie Gelderland Bea Schouten haalden de eerste steen weg van de kartonnen muur waar het nieuwe logo van het bedrijventerrein achter verstopt was. Kinderen van Tim Kolderhof Productie haalden vervolgens de gehele muur weg, waardoor het nieuwe logo zichtbaar werd. Het bedrijventerrein Zwitser is een project van de gemeente waar nieuwe ondernemers een plek kunnen vinden in de oude fabriekshallen van de toenmalige Zwitserfabriek. Meneer Siso, de kop is eraf. Het is officieel in gebruik genomen. Het is letterlijk zomer op de Zwitser. Is het ook al figuurlijk zomer op de Zwitser? Verhuur. Ja, we schieten behoorlijk op. Op dit moment is bijna de helft, net iets meer dan de helft, verhuurd. En we zijn blij dat het nu eindelijk kostendekkend is. En dat doet de wethouder Financiën altijd goed. Nou, dat is positief. Wat zoekt u nog? Of zoekt u eigenlijk niet speciaal ondernemers, maar is iedereen welkom? Op dit moment kijken we wat we uiteindelijk hier willen hebben. Dus we stellen onze visie op. En op basis van die visie, de uitkomst zal nog door de raad geaccordeerd moeten worden, gaan we natuurlijk wat gerichter kijken welke mensen hier terecht willen komen. Maar dan gaan we zeker ook met de zittende ondernemers, met de raad en met de bevolking in gesprek en kijken of er nog leuke ideeën boven komen. Nou, ik kan me zo voorstellen dat u een tweede bierbrouwer niet wilt, maar wellicht wel iemand die iets wil met het kanaal hierachter. We zitten uiteindelijk aan de kanaaloever. Dat lijkt me een schitterend idee. Ik zou het ook heel leuk vinden als er wat horeca deze kant op kwam. Nou, misschien is dat te realiseren. Het zou niet het slechtste idee zijn. Wanneer is de streefdatum dat de Zwitser al helemaal bezet is? Nou, we lopen al voor op onze streven. We hadden onszelf ruimer de tijd gegeven om dit te bereiken. Ik ben dus al tevreden en ik heb één ding geleerd. Je hoeft op de Zwitser al niet heel hard te pushen om de mensen hier naartoe te krijgen. Ik hoop dus dat we binnenkort inderdaad het grootste gedeelte verhuurd hebben. Het Zwitserproject is een voorbeeld voor andere gemeenten in de provincie Gelderland, vindt Bea Schouten. Voor ons is het vooral belangrijk dat de economie op veel plaatsen, dat het gewoon goed loopt. En wij vinden als provincie ook belangrijk dat steden niet verloederen. Dit zijn waardevolle gebieden, die oude industriële gebieden. Het zijn er meer in Gelderland. Ik zei dat net ook al bij de opening. We hebben ook in Nijmegen dit soort plekken en in Arnhem. En wij zien met name de meerwaarde in het verbinden, zeg maar, tussen dat oude en het nieuwe, maar het wel weer economisch uitnutten. Dus wij dragen daar graag aan bij als provincie. De feestelijke opening kreeg de naam Zomer op Zwitser mee. Op het buitenterrein werden allerlei activiteiten gehouden. Het skatepark Rule X, dat op het Zwitserterrein haar onderkomen heeft, hield haar activiteiten overigens binnen. Had je niet vandaag buiten wat dingen neer moeten zetten? Nee, dat is niet leuk. Ze moeten het hier zien en hier proberen, vind ik. En het is ook leuk om het pand te laten zien, want het is natuurlijk hartstikke mooi geworden allemaal. Hè? Hoe gaat het verder met Real X, buiten vandaag? Ja, nee, het loopt goed. Het is natuurlijk, begint de zomer wel eraan te komen, dus het wordt wel rustiger met eindexamen mensen en zo. Maar we zijn erg tevreden. De plek is superleuk. Wat zijn de plannen voor de heel nabije toekomst? Wij hebben 24 juni nog een beachparty. En dan komt er weer zo'n grote surfsimulator. En ja, voor de rest gaan we gewoon door met leuke dingetjes organiseren. Iedere maand eigenlijk al wat. De organisatie van Zomer op Zwitser was tevreden en ziet mogelijk kansen om dit vaker te organiseren. Nou, als we nu kijken naar wat er nu staat, hè, hoe het vrolijk en zomers neergezet is, hoe het publiek zich toch al de eerste keer nu met dit evenement weet te vinden. Je hoort me de eerste keer zeggen, ik vind dat er een vervolg zeker moet komen. Ik hoor ook de mensen in de organisatie, de bedrijven die op het terrein gevestigd zijn en die samen dit hebben georganiseerd, hoor ik ook enthousiast roepen dat we dat zeker nog eens moeten gaan organiseren. Om die reden hebben we bijvoorbeeld niet de datum al op vlaggen en spandoeken gezet. Nee, die willen wij nog wel eens een keer gebruiken. Niet bij hun op de kazerne, maar in het centrum van Uchelen hield de brandweerkorps uit Uchelen haar open dag. Een groot deel van de Molenkatenlaan was ingericht met brandweerwagens en materieel. Open dag bij de brandweer in Uchelen. Waarom hebben jullie een open dag? Ja, we hebben een open dag georganiseerd aan de ene kant om de bevolking in Uchelen te laten zien dat wij er zijn als brandweerkorps Uchelen, vrijwillige brandweer Uchelen. En aan de andere kant ook voor een stukje ledenwerving. Jullie zijn in het centrum beland, niet bij de kazerne. Waarom is dat? Ja, dat was een bewuste keuze. We dachten we gaan een keer wat anders proberen. We hebben een aantal jaren geleden een open dag bij de kazerne georganiseerd. En we wilden dit jaar extra zichtbaar zijn. Dus wij hebben het centrum van Uchelen uitgekozen, zodat het winkelend publiek ons ook echt ziet
en ook naar ons toe trekt. Nou is de brandweer niet alleen maar om brandjes te blussen, maar wat doet de brandweer nog meer? Ja, de brandweer heeft eigenlijk drie hoofdtaken. Dat is brandbestrijding, dat is ongevalsbestrijding, we noemen dat hulpverlening. En dat zijn incidenten met gevaarlijke stoffen. En we zijn voor alle onderdelen opgeleid. Wij zijn in Uggelen ook een volwaardige basisbrandweerzorgkazerne. Dus alles wat er gebeurt in ons verzorgingsgebied, daar rijden wij op. En daar moeten we de eerste hulp kunnen bieden. Hoeveel mensen werken er bij de brandweer en hoeveel mensen zijn er vrijwillig? Bij Brandweer Uggelen hebben wij 19 actieve leden. Dat zijn allemaal vrijwilligers. En in het cluster, of in de gemeente Apeldoorn moet ik eigenlijk zeggen, hebben wij 12 brandweerposten, waarvan 2 beroepsposten. En de rest zijn allemaal vrijwillige posten. Er waren diverse demonstraties te zien, waaronder het kapot knippen van een personenauto. Het was een oefening om te laten zien hoe ze beknelde automobilisten uit een wrak kunnen bevrijden. Brandweerlieden moeten nogal wat opleidingen en cursus volgen om alle taken in de praktijk te mogen verrichten. Je krijgt eerst een opleiding als manschap. Dat is de basisopleiding, die duurt ongeveer 2 jaar. Dat is een cursus die je normaal gesproken in de avonduren volgt. Dus dat komt er wel als extra belasting bij. Maar iedereen die eraan begint vindt het hartstikke leuk en blijft ook enthousiast. En na 2 jaar ben je dan volwaardig manschap en kun je mee op de uitruk. En daarna kun je nog specialiseren. Sommige mensen gaan door als bevelvoerder. We kennen chauffeurs binnen de brandweer. En zo heeft iedereen de taak die hem ligt. De brandweer heeft ook jongeren bij het korps zitten. Zij vertegenwoordigen de jeugdbrandweer. Jij bent van de jeugdbrandweer. Je bent net het gevaarlijke hok ingegaan, waar rook en nog veel meer is. Hoe ging dat? Ja, het ging goed. Ik ben met mijn neefje gegaan. En hij wou het eens een keer ervaren. En ja, er is daar binnen een brandje. En het hele tent staat vol met rook. Dus ja. Jij bent bij de jeugdbrandweer in Apeldoorn. Wanneer ben jij daar terechtgekomen? In 2012. Ik was toen 12 jaar oud. Oh, dat is erg jong. Ja, nou vanaf 12 mag je erbij. En je gaat er gewoon allemaal leuke dingen doen en zo, zoals wat de echte brandweer ook doet. Behalve hulpverlening, ja. Dus je mag ook brandjes blussen? Ja, natuurlijk. Brandjes blussen ook. Dus. En dan mag je met zo'n grote slang aan de gang. Is dat niet erg zwaar voor je? Nee, het valt mee. We hebben wat lichtere slangen dan de echte brandweer. Het zijn 32 mm als ik het goed zeg, in de doorsnede. En ja, we doen ook mee met wedstrijden en zo. Dus, Er zijn natuurlijk een hoop vrienden om je heen, maar die zitten natuurlijk niet bij de brandweer. Hoe kijken ze er tegenaan dat jij bij de brandweer zit? Ja, ze vindt het allemaal wel leuk en zo. Dus ze vindt het gewoon leuk en cool. Dus, ja. En wat wil je later echt brandweerman worden? Ja, natuurlijk beroeps. Doe maar. Ja, klopt. Mijn ouders zitten allebei ook bij, dus... Of van vader op zoon, zeg maar. Ja, en moeder. En moeder. Ja. De vader van Jasper stond aan de overkant van de straat. Er wordt hier van alles gedemonstreerd, waaronder een watergordijn. Waarom is zo'n watergordijn? Een watergordijn dat is speciaal als er brand is in een pand, wat dreigt over te slaan naar een belendend pand, vlak naast. Dan wordt er een watergordijn opgebouwd, die koelt als het ware de straling van de brand. En daardoor kan je voorkomen dat het tweede pand ook in de brand gaat. Ja. Nou zitten we hier aan het randje bij de Veluwe. En daar hebben we helemaal geen waterleidingen en waterputten zitten. Hoe haal je dat water dan daar naartoe? Als je water op een plek moet hebben waar bijna niets zit, dan kan dat in eerste instantie gedaan worden met een waterwagen, zoals hiernaast gedemonstreerd staat. Daar zit een ontzettend groot waterbassin in, 16.000 liter. En daarmee sla je de eerste slag. En ondertussen moet je zorgen dat je water weghaalt van plekken waar het wel zit. En dat doe je dan met groot watertransportsysteem. Ja, zoals bijvoorbeeld helikopters worden ook wel ingezet, hè? Ja, helikopters worden in uiterste noodzaak ook ingezet, met name bij natuurbrand. En alleen die hebben ook een bepaalde tijd nodig om actief te zijn op de plek waar je moet wezen. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, heb je voor die tijd echt een heel systeem nodig om te zorgen dat het van tevoren al niet groter wordt dan dat het al was. Maar nou staan jullie met behoorlijk wat materieel hier op de open dag. Maar stel nou dat er een of andere fikse brand is, wat dan? Moet je dan ineens hals over kop weg? Die kans zit er inderdaad dik in. We hebben overigens nog backup materiaal ook. Maar als het echt fors en groot en veel moet zijn, dan pakken we snel in en dan vertrekken we. Tijdens de open dag mochten de kinderen in de brandweerwagens en zij kregen uitleg wat de brandweer allemaal doet. Ook de Nederlandse Brandwondenstichting was bij de open dag aanwezig. Wat doet de Nederlandse Brandwondenstichting precies?
De Nederlandse Brandwondenstichting is eigenlijk een soort achtervang. Het is niet zo als je in een brandwondencentrum opgenomen wordt dat dat niet in je verzekering zit. De Brandwondenstichting is heel druk bezig en het geld wat wij daarvoor gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Dus om te zorgen dat de littekens terugnemen, om te kijken wat je daar zou kunnen doen. Verder hebben wij de huidbank, waar de huid opgehaald wordt, zeg maar, wat gebruikt wordt als een soort superpleister, zeg maar, op brandwonden. En we hebben voorlichting wat we geven. Dat is heel belangrijk, want de beste manier om te genezen van brandwonden is het te voorkomen. En ook heel belangrijk is de nazorg. Dus heb je brandwonden, moet je weer terug in de maatschappij. Zeker als je zichtbare littekens hebt. Hoe ga je daarmee om en hoe gaan we dat weer verzorgen? Dat zijn eigenlijk de hoofddoelstellingen van de Brandwondenstichting. De Brandwondenstichting zoekt collectanten voor de collecteactie later dit jaar. Als mensen dit zien, die denken, hey, ja, dat vind ik wel leuk en dat kan ik wel doen. Hoe komen ze dan bij u terecht? Nou, ze kunnen in ieder geval naar de site van de Nederlandse Brandwondenstichting gaan, www.brandwondenstichting.nl. En daar is altijd een mogelijkheid als je doorzoekt om je aan te melden als collectant. En ook heel graag als iemand die de collecte wil organiseren. Want je kunt wel 30 collectanten hebben, maar als niemand het coördineert, dan komt er nog geen centje binnen. De open dag op deze plek in Uggelen was geslaagd te noemen. We hebben al een aantal namen van potentieel geïnteresseerde leden op kunnen schrijven.